er is heel veel kritiek op de farmaceutische industrie. En voor een deel is die kritiek terecht. Maar ik denk dat die voor een deel ook de aandacht afleidt van de problemen waar je echt mee te maken hebt als het gaat om de farmaceutische industrie. En dat is dat bepaalde onderzoekvragen te weinig aan bod komen. Nou, bijvoorbeeld nieuwe antibiotica. Iedereen ziet dat als een probleem dat daar te weinig onderzoek naar wordt gedaan. En dat erkennen ook farmaceuten zelf. En dat heeft te maken met het punt dat dat een soort verzekeringsproduct is wat je eigenlijk liever niet wil gebruiken. Dus het gangbare model van je kosten terugverdienen door een bepaalde prijs voor het pilletje te rekenen, dat werkt niet bij pilletjes die je eigenlijk niet wil gebruiken. Dus daar moet je echt iets anders verzinnen. Er is wel veel kritiek op de farma-industrie. Er worden excessieve winsten gemaakt, lijkt het. Is die kritiek terecht? Nou, van die excessieve winsten, dat is een ingewikkeld verhaal. Als je kijkt naar de serieuze economische literatuur, dan wordt er eigenlijk heel anders gekeken naar de hoge winsten van de farmaceutische industrie. Dan wordt dat gezien als een hoge rendementseis van aandeelhouders. En er is toevallig vorige maand een interessant artikel over verschenen in Econometrica. Een serieus stuk waarin wordt gekeken naar de reden waarom dat vereiste rendement in de farmaceutische industrie, trouwens ook in de rest van de medische bedrijfstak, waarom die rendementseis daar zo ongelooflijk hoog is. En de verklaring die daarvoor gegeven wordt, is dat daar specifieke risico's spelen. En die specifieke risico's hebben dan te maken met politiek risico. Dus het risico dat de overheid ingrijpt in de vergoeding voor geneesmiddelen of in de prijs voor geneesmiddelen. En dat hebben die onderzoekers ook aangetoond door te kijken naar jaarverslagen van farmaceutische bedrijven en gekeken naar wat zijn nou de overwegingen die in de jaarverslagen staan. En er wordt dan veel vaker dan in andere bedrijfstakken verwezen naar risico van bepaalde vormen van overheidsbeleid. Dus dat is een interessante perspectief, want de onderzoekers laten ook zien dat als dat politieke risico er niet zou zijn, dat het rendementseis lager zou zijn in de farmaceutische bedrijven. En dat in dat geval ook er meer zou worden uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling. Dus een heel ander perspectief dan het perspectief van die winsten zijn te hoog en die moeten we afromen. Nee, hier wordt gezegd van die winsten zijn hoog en dat heeft een economische reden. Dat heeft te maken met de rendementseis van aandeelhouders. En als je die rendementseis niet zou honoreren, ja, dan zou er minder worden uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling. Er zijn internationaal gezien ook enorme prijsverschillen voor medicijnen. Is dat nog uit te leggen binnen Europa? Ja, ik denk dat dat heel goed uit te leggen is. Ik denk ook dat dat wenselijk is dat die prijsverschillen er zijn. Je wil dat in landen met een lager inkomen per hoofd de prijzen lager zijn dan in landen met een hoog inkomen per hoofd. Dat heeft te maken met de betalingsbereidheid die verschilt tussen landen. Als je namelijk één prijs zou hebben in alle landen, dan zouden landen met een lage betalingsbereidheid die middelen dus niet gaan gebruiken. En dat is pure welvaartsverlies. Want de marginale kosten om nieuwe geneesmiddelen te maken, om die landen ook te bedienen, die marginale kosten zijn heel erg laag. Dus het is vanuit welvaartsperspectief optimaal, dat zijn de Ramsey-prijzen eigenlijk, dat is de technische term Ramsey-pricing. Je wil dat inderdaad landen waarin de betalingsbereidheid, of consumenten met een lage betalingsbereidheid, maar nog wel een betalingsbereidheid die groter is dan de marginale kosten, die wil je ook laten profiteren van die geneesmiddelen. Maar je moet ergens die vaste kosten terugverdienen. En dat doe je in landen met een hoge betalingsbereidheid. Dus je moet ook eigenlijk die internationale prijsverschillen, zolang die samenhangen inderdaad met verschillen in betalingsbereidheid, die moet je toejuichen. En die hebben we eigenlijk stelselmatig ondermijnd door in feite de vrije handel binnen de EU ook voor farmaceutische producten toe te staan. Parallele importen zijn wat dat betreft eigenlijk een slecht idee. Door de ontwikkeling van nieuwe en dus dure geneesmiddelen, zoals het de praktijk is, verdringt dat ook andere zorg? Is dat een probleem? Nou, dat wordt wel steeds vaker geroepen. En ook het Zorginstituut schrijft dat regelmatig op, dat dure geneesmiddelen ertoe leiden dat andere mensen geen zorg krijgen. En dat is het denk ik veel te kort door de bocht. Hè? Want je kunt altijd kiezen om de uitgaven van de zorg te laten stijgen. En als je terugkijkt, dan is dat ook altijd zo gegaan. Hè? De belangrijkste oorzaak van stijgende zorguitgaven de afgelopen decennia is nieuwe technologie geweest. Dat wil zeggen nieuwe geneesmiddelen met name. En als je er economisch naar kijkt, de alternatieve kosten van dure geneesmiddelen hoeven niet per se binnen de zorg te liggen. Je gaat dat geld vrijmaken door minder uit te geven aan datgene wat het minst oplevert aan welvaart per euro. Dat hoeft niet per se in de zorg te zijn. Dat kan particuliere consumptie zijn, dat kunnen andere overheidsuitgaven zijn. Dus ik vind dat een veel te beperkte opvatting van alternatieve kosten. Kijk, dat geldt alleen als je uitgaat van een heel rigide vast zorgbudget. Maar dat is niet de praktijk. Het zorgbudget is niet vast. Dat is een flexibel budget waar een politieke afweging over wordt gemaakt.